Kijkers, welkom bij het tweede deel van In gesprek met. U merkt het, ik ben nu op een andere locatie. Ik zit lekker op bezoek bij mevrouw uh, Van Dijk-Silos. En we gaan met haar praten over een, 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 een zaak die alle hele tijd speelt. En dat is namelijk de National Risk Assessment. We horen dat, vele mensen hebben het gehoord, een beetje gevolgd in DNA. En laatst was mevrouw Silos te gast bij uh, de mensen die elke week zo'n een, een, een lezing hebben, kenniskring. En daar heeft ze flink afgegeven op de politie, onder andere van het korps. De politiefunctionarissen zijn corrupt. Ik denk niet dat ze daar blij mee zullen zijn. Maar wat ik wil weten, mevrouw Silos: National Risk Assessment, Brokkindje Ja. Welkom. Maar ik, maar ik wil even iets corrigeren. Oh. Ik heb niet gezegd, uh, zoals u het net heeft uitgedrukt, dat de leden van het korps corrupt zijn. Mm -hmm. Ik heb aangegeven dat er heel veel soft information is en dat wordt bewust weggelaten door mensen. Heel veel soft information is aanwezig dat het korps corrupt is. En toen heb ik gezegd, als we bijvoorbeeld kijken naar het geval van Singh dan zie je dat je daar kan analyseren dat er corruptie is. Oemrozing is niet gehoord, is niet opgebracht als verdachte, maar gehoord als getuige. Daarna zijn geliquideerd. Ik zeg, en dat geeft aan een waarschijnlijkheid... Dat het corrupt is. Ik heb het zo gebracht. Ik wil het echt even. Het is niet de functionarissen, nee. maar door en de manier is hoe zaken. Ja. Ge... Yes, okay. En we kijken naar de verschijnselen, niet zozeer naar de functionarissen. Maar goed, daar zullen we straks op terugkomen. Okay. Wat is National Risk Assessment? Um, National Risk Assessment is een assessment, is een onderzoek, zou je kunnen zeggen. Onderzoek en analyse. Van uh, risicofactoren in ons land. Mm -hmm. uh, waarom moeten we dat doen? Uh, we zijn lid van de Caribbean Financial Action Task Force. Dat is een zusterorganisatie van de Financial uh, Action Taskforce. En um, dat verdrag geeft aan dat we moeten voldoen. Elk land die lid is, zal moeten voldoen aan de aanbevelingen. Die de Financial Action, uh, Action Task Force geeft, de FATF. Mm -hmm. Nou, er zijn nu 40 plus 9, dacht ik, 9 nieuwe erbij. Ik kom straks op terug. En als je la land helemaal compliant is, dan word je dus nooit geblacklist. En um, de, we moeten dus um, voldoen aan die 40 aanbevelingen. Nu is het niet een exercitie, deze risico's, we hebben verschillende graad. Mm -hmm. En, uh, maar deze assessment is niet een exercitie die uh, witwasserij van zwarte, zwarte gelden um, stimuleert en terrorismefinanciering. En dan um, heb je wat ik noem de interne risicofactoren, dat is binnen de categorie zelf, en je hebt de externe risicofactoren. Maar misschien is het goed, voordat ik hierop inga, dat ik even uitleg wie onderworpen wordt aan de National Risk Assessment. Um, we hebben drie grote groepen. Dat is de publieke sector. Dat is KPS, douane, belasting, de vicecommissie, militaire politie, directoraat nationale veiligheid, uh, buitenlandse zaken... Dat um, is het zo'n so beetje. Yeah. De yeah. banken? Ministerie van HI. En ja, dat is de publieke sector, min of meer. En dan heb je de private sector. En de private sector is onderverdeeld in de financiële instellingen en de niet-financiële instellingen. De, bij de financiële instellingen heb je de banken. Mm. De assurantiemaatschappijen, de trustmaatschappijen, de pensioenfondsen, de spaar- en kredietinstellingen. Dus al die instellingen die onder het toezicht van de centrale bank vallen. De cambio's zitten ook bij de financiële instellingen. En dan heb je de niet-financiële professionele beroepsgroepen, de NFB's. Uh, NFPB's. Die uh, hun, hun toezichthouder is de FIU, dat is MOT. MOT iedereen weet wat MOT, MOT is en wie MOT is. Daar heb je de casino's, autohandelaren, goothandelaren, juweliers, autohandelaren uh, heb ik al genoemd, mm. uh, advocaten, accountants, notarissen. Mm. Die zijn allemaal van de NF. NFPBs, de Non-Financial Professional Business Organizations. En dat, is de, dat zijn de complete sectoren en categorieën die we moeten onderzoeken, moeten assessen en analyseren. Of ze binnen hun instelling die maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat ze deelnemen aan witwaspraktijken. En um, dat betekent dat zowel intern binnen die sectoren moet men voldoen aan de aanbevelingen van de FATF, van de Financial Action Task Force. Um, maar dan komt die bijzonderheid, ze kunnen intern wel goed zijn, maar het land heeft risico's. En je hebt intern ook risico's, want je eigen beleid vormt een risico voor jou. ...op microniveau en het land heeft uh, de dingen die er gebeuren in het land... ...die uh, brengen ook risico's met zich mee. Dat wil zeggen dat het analyseren uitgebreider wordt deze keer. Omdat het een risk-based approach is. Het is een risico-gebaseerde approach. Dus we zullen moeten nagaan welke risico's zijn er ...die uh, de, uh, de witwaspraktijken... Positief beïnvloed. En terrorism financing positief beïnvloed. En um, dan je, valt iets in het oog een viertal. Val, vallen gewoon in het oog hier in Suriname. Ik denk wanneer we verder gaan met de assessment dat we meer zullen zien. Um, illegale goudhandel valt in het oog. Cocaïnehandel valt in het drugshandel valt in het oog. ...corruptie valt in het oor. En... Um, drugshandel ...illegale goudhandel... ...corruptie, met die vele kwijt hoor. Belastingontduiking is... ...bijna breed algemeen. Het um, zijn allemaal risico's... ...die... Uh, ...we hebben. En die... Uh, ...van positieve invloed zijn op manier. Als je kijkt naar die risico's... In verband met money laundering en terrorism financing. Mm -hmm. En um, het betekent dat als uh, je instellingen corrupt zijn, dat je money laundering in de hand werkt. Mm -hmm. En dan moet je maatregelen treffen ja. om dat te voorkomen. Voor wat terrorisme betreft, daar is u naam voorlopig van gevrijwaard? Bij terrorism financing moeten we nog zien, want da, da, dat is de assessment met DNV. Mm. Dat zal het uit moeten wezen, directeur Nationale Veiligheid. Mm -hmm. En ook met uh, de kwestie van hoe ze omgaan met border management en zo. Maar ik vermoed dat het een low risk is in ons land. We moeten ook kijken naar proliferatie. Wat is dat? Dan moeten we moeten kijken naar het beleid met betrekking tot... ...massa-vernietiging door ma wapens, die, mm -hmm. die massa-wapensvernietiging. Mm -hmm. Dat is als je uh, raketten en nucleaire bommen en weet ik veel... ...dat is compleet logisch, gelukkig mm -hmm. hoor. Ja. Maar we hebben een ander ding waar je wel even naar moet kijken... ...ook al zou je het niet onderbrengen aan de proliferaties... ...maar het maakt wel dat je aandacht moet schenken aan illegale wapenhandel. Mm -hmm. Dat is ook een risico... Ja. Dat is ook een risico. En zo, kom, zo zie je hoe breder en breder het veld wordt waar je naar kijkt. En de laatste twee uh, sectoren, kan je ze noemen, die, of categorieën, die de FATF heeft toegevoegd, zijn NGO's. Het mm. schijnt veel gewassen te worden via NGO's. Zo. Dat, Dat zou je niet denken. Dat zou je niet denken, nee. Ik schrok ook. Dus uh, we zijn ook da daarmee bezig om te kijken van hoe ga je de NGO's assessen. En, en nog een categorie, uh, zijn de PEPs. En wie zijn de PEPs? De PEPs zijn de Political Exposure Persons. Mm. Ik ben een PEP. Mm. Om maar iets te noemen, de assembleeleden zijn PEPs, de ministers zijn PEPs. Okay. En met de PEPs, de familie van de PEPs, dus mijn kinderen, noem maar op, die worden meegenomen. En um, je moet ze ook bekijken, assessor. Mm -hmm. En um, we zullen het ook moeten doen. Maar uh, je gaat het in algemene termen doen, omdat kijk, op dit moment is onze anticorruptiewet niet in werking door de uitvoeringsbesluiten. Niet zijn. Dus de, het enige wat je hebt over mm -hmm. de PEPs is dat ze corrupt zijn. Dat is soft information, dat zegt ik niet, maar dat lees je in de kranten, dat is de mening van het publiek, yeah. dat is pu uh, public opinion. Mm -hmm. dus, dus het is soft information, dan moet je het gaan onderzoeken. Maar nu heb je geen objectief instrument om de PEPs te onderzoeken. Uh, wij onderzoeken over een periode van uh, 2015 en 2018 drie jaren, de laatste drie jaren, en de laatste drie jaren zijn er geen rechtszaken geweest met betrekking tot peps als het om corruptie ging. Mm -hmm. Er is geen vervolging geweest vanuit het OM met betrekking tot peps als het om corruptie ging. Dus je hebt geen objectief gegeven om een, een, een uitspraak te kunnen doen over de peps. Mm -hmm. De anticorruptiewet is aangenomen in 2016, uh, jaren niet afgekondigd, nu afgekondigd, maar de uitvoeringsbesluiten zijn niet gemaakt. Dus je hebt geen instrument daar ook in die wetgeving om te zien of peps worden opgeroepen mm -hmm. enzovoorts. Mm -hmm. enzovoorts. Dus, um, maar je zult het moeten opnemen in je rapport. Mm -hmm. En wat ik heel helder wil maken aan de samenleving, is dat je rapport eerlijk moet zijn als je wil voorkomen dat je op de blacklist komt. Als je rapport niet eerlijk is, kom je op de blacklist. Als ik zo naar u luister dan, is het niet zo dat die organisatie meteen zegt, nee, ze willen je wel helpen. Dus het ligt dan echt aan het land als ja. je tenslotte op die blacklist komt. Ja, klopt. En daarom is die assessment zo belangrijk. Want dan zeg je als land, kijk, ik, ik herk dus ze zeggen het ook hè, know your risk, accept your risk, and mitigate your risk. En um, als je dat kan aantonen dat je dat hebt, ben je al voor de helft erdoor. En het moet gebaseerd zijn op de waarheid. En als je de waarheid niet schrijft, dan weet je nu al dat je geblacklist wordt. En ik denk dat we als Surinamers moeten gaan leren om te luisteren naar mensen, in plaats van te springen en een oordeel klaar te hebben, en, um, en om zomaar conclusies te trekken. Weet je, dus um, wij hopen met um, de informatiesessions die we nu op poten zetten, uh, het begrip te krijgen van de groepen die nog niet hebben gereageerd. Casino's hebben nog niet gereageerd. Ik had vandaag wel een gesprek met meneer Ram Lakhan, die de voorzitter is van de Casinovereniging. Mm -hmm. En ook oh, hij heeft het begrepen, dus waarschijnlijk hebben we ze nu ook, dat ze gaan meewerken. Ja, je hebt ook, weet je, we hebben ook handhavingsinstituten, gaming board, oh nou handhaving niet, toezichthoudende instituten, gaming board, mod FIU, ja. centrale bank, ook die gaan worden geassess. Hoe is hun toezicht? Zijn ze nog kwetsbaar? Ja. Kunnen ze wel toezicht houden? Waardoor komt het? Waarschijnlijk moet, misschien moet de wetgeving veranderd worden. Misschien moeten ze handhavingsinstrumenten krijgen. We kijken echt naar het totaal plaatje. Ja. En um, dat is veel werk, maar ik, 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 heb het, uh, ik doe het echt omdat ik denk, uh, of ik weet dat ik het voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen ja. doe. Ja. Voor Suriname, voor de toekomst van Suriname. Ja. Dus ik bent nu bezig met de assessment. U praat over tweede week september en daarna dan gaat u rapporteren. Nee, dat heeft u niet zo goed begrepen. <laughs> Tot de tweede week september heb ik sessions yes. met die groepen die nog niets van zich hebben laten horen. Om ze te informeren hoe belangrijk het is dat ze meedoen. Tot eind december is de surveyvragen informatievergaring. Dat is die kwalitatieve informatievergaring. Van januari tot maart moeten we analyseren, evalueren, je rapport beginnen te schrijven, raten. We moeten in, uh, op eind april moet ons conceptrapport afzien uh, en dan aan de Namla Centrale Steering Committee, uh, aanbieden om te kijken, dit is hem. Mm -hmm. We gaan ook weer ergens in maart met de doelgroepen om uh, sessions weer te houden. Want dit hebben we over die ook sector geanalyseerd. Oh, okay. Okay. Dus het is nog een heel traject. Okay. Maar het moet 1 juli af. 1 juli moet het eindrapport. Dan moet het allemaal zijn goedgekeurd en alles. in de regering moet content ermee zijn. Um, moet het klaar zijn, vertaald alles om gestuurd te worden naar de Caribbean Financial Action Task Force. En als je praat over jullie, dan hebben we de verkiezingen al gehad, maar dat ja. zal het proces niet stagneren. Uh, nee, want ik heb ook managementmaatregelen getroffen dat er iemand aangewezen zal worden binnen PMT die dat even zeker twee maanden met mij op de achtergrond dekt. Want de drie maanden eigenlijk, eigenlijk vanaf maart heb je geen tijd meer voor andere dingen dan ja. de verkiezingen. Dus, maar de maart zijn we uitgeanalyseerd. Dat is ja. mijn Professioneel, main skill, um, niet zo hard meer nodig. Dus het zware werk gedaan met de andere supporters. En um, daar heb je meer van, uh, dat moet dan netjes in een verslag en dat soort werkzaamheden. En tussen ben ik bezig met de verkiezingen. En uh, ik heb het, het daarom zo georganiseerd dat ik uh, beide nationale dingen heel, heel kan trekken. Ja, ja. En u bent voorzitter, OKB, voorzitter van deze commissie. No interference there. Uh, hoe bedoelt u? U kunt ze combineren. Ik kan ze combineren. Ik werk met een paard. Het is zwaar. Hmm. Het is niet licht. Hmm. Uh, ik heb twee dagen. Ik heb ook nog een kantoor. Ja. Maar gelukkig doe ik alleen dat adviesgedeelte. Mijn dochter doet de rest. Uh, er zijn drie dingen die ik doe. Eén, een beetje laagpietje, dat van de Prins-Hendrik En twee dingen die je niet op een laagpietje kan zetten, want de OKB-verkiezingen zijn straks daar. Mm. Dus ik heb het zodanig gelukkig kunnen organiseren. Dinsdag is de PMT-dag, donderdag de OKB-dag. En dan blijf ik hier en werk ik alles wat ik in een week zou kunnen doen, mm. moeten doen wat op deze ene dag. Mm. Gedaan. En we zijn dus zeker dat 8 uur, 9 uur is. Avond hier. En, um, en dan heb ik dan mijn kantoor, ik heb mijn dingen van OKB. Ondertussen mail like ik, ik app. Ik kom misschien ook weer hier voor een vergadering enzovoort. Ik weet niet um, waar, hoe het komt dat ik zoveel energie heb. Geloof me, I don't know. Ik denk dat ik echt begeleid word om het te doen. Hè? Want ik weet dat er stemmen opgingen van waarom moet uh, Silo's voorzitter worden van die commissie? Waarom niet iemand anders? Weet je dat dit soort stemmen van Suriname me niet meer interesseren? Ja. Ja. Dat moeten ze maar zelf vragen aan de stellinggroep, de committee. Mm. En um, ik weet zelf, oh, ik heb het gevraagd, waarom ik? Je wordt natuurlijk plotseling gevraagd, ik was op vakantie. Mm. En ik werd gevraagd door de minister van... Of ik hem zijn vertegenwoordiger wilde zijn. Ik zeg: Boy, het is veel werk, ik heb verkiezingen. Ik zeg: maar Ik ben nu met vakantie, als ik terug ben, dan hoor ik het wel. En toen heeft hij gesprek met me gehad, en toen zei ik: Weet je, als ik compleet alle medewerking krijg die ik nodig heb, letterlijk alle medewerking die ik nodig heb. Weet ik dat ik het kan, ik ga zoveel expertise moeten aanhuren. Hoe gaan we dat doen? Want ik kan het niet in 24 maanden. Ja. Ik moet het in 11 maanden doen. Dus heb je meer menskracht nodig dan normaal. En dus toen is ook Centrale Bank zich gecommitteerd om dat allemaal te faciliteren. En het is goed gegaan? Tot op dit moment geen klachten. En ik verwacht ook niet dat er klachten komen. En um, zo is het gegaan. Maar ik denk dat um, mensen niet moeten vragen waarom Silos. Mensen moeten zich afvragen: wat gebeurt met de generatie na Silos? Yes. Waarom is die skills er niet elders? Mm -hmm. Dat is mijn kritiek ook op de generatie na mij. Mm -hmm. Waarom hebben ze de dedication niet die ik had als tiener en vele van mijn generatie hadden dat? vraag stel ik me, Ja, ik vraag me dat ook vaker af. Maar de tijd is niet onze bondgenoot. Maar in elk geval, ik denk dat de mensen die steeds maar uh, uh, hoorden over NRA nu een duidelijk beeld hebben. Want ik ben eigenlijk gezorgd over de sectoren die allemaal uh, ja. assessed worden. Je ja. zou dat niet bij Iedereen denkt, ja, het is alleen het ministerie van Financiën, de banken. Ja. Maar komt er komt nog veel meer bij kijken. Het hele land. Je zou zeggen, het heel zeker omdat het een risk assessment is. Ja. Kijk je verder dan alleen die instituten die compliant moeten zijn. Ja, ja, ja. Weet je? Want ons land wordt vaak altijd in één adem genoemd met cocaïne, narco staat, bijna ja. 1700 kilo weer. Ja, is... En men kijkt ernaar en men moet niet vergeten, Suriname is niet een geïsoleerd ding. Uh -huh. nee. Het is een land van de wereld. Ja. En men kijkt ernaar en men heeft alle info. Dan zijn we maar wat blij dat u er bent en dat u er alles aan doet dat Suriname in elk geval niet geblacklist wordt. Dat is mijn streven. We mogen niet en zullen niet zeg ik, geblacklist worden. De mensen als mij die denken, oh ja ik ben journalist dus het treft mij niet, het treft ieder. Het treft iedereen, iedereen. Ook zij die zich schatrijk wanen, gaan met hun geld hier zitten en ze kunnen nergens ermee. Want je gaat elk dubbeltje herkomst moeten geven in het buitenland. Ik klaag nu al wanneer men uh, gaat wisselen en je moet uh, ID's overleggen. Ja. Het wordt erger ja. als het land geblacklist is. En, en nu is het ook niet makkelijk meer om een rekening te openen in het buitenland. Mm. Sommige banken, wij, Inkbank heeft alle buitenlandse rekeningen opgezegd. Mm. Waaronder ook van Surinamers. Van die landen die, die geredvlekt zijn. Wij hebben een rode vlag, high risk. Mm. We zijn een high risk country. En, alles, en inderdaad, we zijn niet geïsoleerd, want alles is op het net. Ja. Alles. Mensen kunnen Suriname echt op de voet volgen. Ja, ik, mag het, ik, zeg, ik heb de kwalificatie high risk niet gezet. Dat gebeurt internationaal. Dus we moeten gaan die risico's, zoals het heet, we moeten onze risico's gaan mitigeren. En verkleinen, dan komen we van die red flag af. En dan wordt dat wat kleur. Dan wordt het grijs hopelijk en dan gaat hij verder naar klem en dan wordt hij wit. We streven naar nou wit. Ja. Mevrouw Silos, heel hartelijk bedankt voor de informatie. Ik denk dat het duidelijk is en we wensen u veel succes. Volgende keer komen we praten over OKB en de verkiezingen. Oké, okay. afgesproken. Dank je wel. Kijkers, dat was het gesprek dat ik had met mevrouw Jennifer van Dijk-Silos. U heeft het gehoord. We hebben gesproken over NRA. En ze heeft aangegeven: Suriname heeft nu een rode vlag. U heeft gehoord, we gaan naar wit. High risk, we weten dat nu. En we zijn blij dat deze commissie echt de assessments doet en alles eraan doet om ervoor te zorgen dat Suriname niet geblacklist wordt. Nou. Dat is ook het einde van in gesprek met voor deze week. In het eerste deel heb ik gesproken dus met de dames van Ik Ben en van RUMA's over de workshop die in de Paramaribo Soe gehouden wordt. Heel interessant. De mening van de kinderen telt, de kinderen aan het woord. En, en het gaat over pesten. We zijn blij dat het daar aangewerkt wordt. En in het tweede deel met mevrouw Silas over de NRA, de National Risk Assessment. En. Over het feit dat Suriname niet geblacklist mag worden. Heeft u deze aflevering net gemist? De herhaling is 8 uur vanavond op kanaal 12.2. Tot dan, goed